Voor de ogen van de diep verbaasde genodigden op een werf in Hoge Zand gleed dit schip enige tijd geleden van de helling en ging kopje onder. Deze onderwaterlating verraste ook de scheepsbouwers en ze zochten naar middelen om een herhaling te voorkomen. Weer ligt er een boot gereed en dit keer gaat men op andere wijze te werk. In het smalle Winschoterdiep moeten de schepen zeewaarts van de helling worden gelaten. In tegenstelling tot vroeger laat men de schuit nu centimeter voor centimeter zakken. Het schip werd in de recordtijd van 3 maanden gebouwd en heeft een nuttige laadruimte van 600 ton. Het draagt de naam van een Groningse meisjesstudentenvereniging. De presidenten van deze vereniging verrichten doop. Weldra zal weer een mooi schip klaar zijn voor de Europese kustvaart. De regering heeft wijzigingen.